U vergeet het plus. Plus? Dag, dokter. Hallo, het was fijn bij de fysiotherapie. Ja, het was goed. Ja. We bouwen hier voor u de focuskliniek. En daar bouwen we een carouselspreker. Dat betekent dat de patiënt centraal staat. Oh, dat is fijn. Gaat hij er rondlopen? Nee, de dokters gaan om de patiënt heen lopen. Oh. Ja, u gaat naar de beweegtuin. Ja, we gaan naar de beweegtuin. Gaat u er maar Ja, maar dat doen we zonder rollator. Oh! Oh, 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 rustig aan. En nu? Nu gaat het voorzichtig aan, stapje voor stapje. Niet te maar. Ja, draait hem maar. Oh, rustig aan. Eén hand hier, andere hand hier. Oké, dan gaan we weer verder. Stapje voor stapje eerst. Waar is dit? Waar is dit voor? Zo, je bent er bijna. Gaat goed. Rechtop blijven, vooruit kijken. Diep ademen. En nu gaan we verder lopen. En dan is daar een bankje. En ik zorg vanavond voor u. Nou, dat is fijn. U komt voor uw laatste kuur vandaag, hè? Ja, klopt. Ja, ik heb hem vast aangehangen. Oké. En afhankelijk van de uitslagen mogen we die starten. Oké, ik ben benieuwd. Ja. Het scan zag er ook goed uit in ieder geval. Super. Ja. Het is goed nieuws, dus het gaat de goede kant op. En de bloedwaardes die zijn ook goed, dus we kunnen gaan starten met de kuur. Super goed. Ja. Laatste kuur en dan gaan we weer even opnieuw. Ja. Zo. Die heb ik nu aanstaan en indien u klachten krijgt of wat dan ook ziet aan uw lichaam, wilt u dan even komen? Ja, ik weet het. Dank u wel. Dag. Ik kom nog eventjes wat aanbieden namens Bribos. Oh, wat leuk. Wat tijdschriftjes. Ja, oh, en een lunchje voor als het straks buiten komt. Oh, super. Wat lief. Ja. Dank u wel. Veel leesplezier, hè? En nou, leuk. Dank je wel. Dag.